Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. U ziet het, politie is er wat meer dan normaal. Wat natuurlijk, het is heel erg druk. En laten we hopen dat er geen rare dingen gebeuren. Die gebeuren eigenlijk wel in de openingsfase op het veld. Want dit is pas de derde minuut van de wedstrijd. De solo daar, de overtreding daar, niet zo handig gedaan. En de penalty al in de derde minuut voor de treffers. Ontzettend lomp verdedigd, slim uitgelokt, dat dan ook. En achter de bal gaat staan Boy van de Beek, oudspeler van Achilles. En hij zet de treffers op voorsprong. Een van de drie spelers die na het faillissement de overstap maakte van Achilles naar de treffers. En juist hij scoort dan tegen zijn oude club. En juichen doet hij dan gewoon. Ook al is het tegen zijn oude club. De treffers blijft vrolijk doorgaan. Daar is de volgende kans alweer. En daar is de volgende treffer ook. En hij is van Niek Verstegen. Ook hij maakte de overstap van Achilles naar de treffers. Onvoorstelbaar. Het zijn juist de oudspelers van Achilles die scoren voor de treffers. Na Van de Beek dus ook Verstegen. Oh, dit is heel knullig achterin. Wordt het ook meteen afgestraft? Ja! Prima gedaan. Jankovic scoort en dan is het 2-1. En mag Achilles toch weer hopen. 9 nederlagen op rij maar liefst. Voor Achilles. Gaat natuurlijk alles behalve goed met de club. Het is alleen maar een kwestie van overleven. Nu is hij even ontevreden. Anton Jansen, de trainer van de treffers. Ook hij knokt dus tegen degradatie. Dit is wel heel fraai geprobeerd. Wat heet? Dit is schitterend! Oh, wat een doelpunt van Kenny Schmid. Cornelis, de doelman van de treffers, heeft geen kans. Ja, dit is een weergaloos doelpunt. Alles past precies. Schitterend gedaan. Daar is de treffers alweer. Wat is dit voor een eerste helft? En nog een penalty. Nog een strafschop voor de treffers vlak voor rust. Dit is een beslissing van Kooi waarover je kan twisten. Want hij gaat wel heel makkelijk liggen. Verstegen verdient de penalty. Arno Arts, de trainer van Achilles, zal er niet blij mee zijn. En daar is hij weer. Boy van de Beek met zijn tweede tegen zijn oude club. En zoals gezegd, dan juich je gewoon ook al... Heb je een verleden bij Achilles. 3-2 bij de rust in een geweldig spektakelstuk in die eerste helft. Direct na rust is daar alweer de volgende kans voor de treffers. En is het 4-2. En je verzint het echt niet. Het is weer Niek Verstegen. 4 doelpunten gemaakt door de treffers. En alle 4 afkomstig van spelers die een verleden hebben bij zijn club bij Achilles 29. Tot er niet gebeurde dat er dan nog eentje gaat vallen. Voorzetten is daar. Daar is Van de Beek. Ja hoor, daar is hij gewoon. Zijn derde en de vijfde van de treffers. Hij lacht niet, maar zal toch wel glunderen. Dat zullen alle supporters van de treffers ook doen. Die kunnen wat extra zout in de Achilleswonden strooien door te zeggen ja. En al die doelpunten afkomstig van spelers bij jullie vandaan kwamen. Hè? Wordt het dan nog pijnlijker? Want daar is Verstegen voor het doel. Ook hij 3. Nee, dat blijft Achilles dan nog net bespaard, maar een nederlaag niet, want het wordt uiteindelijk 5-2. Ze kennen elkaar natuurlijk goed, NEC-iconen, maar Jansen klopt Arts met 5-2.